De kans op behandeling van kanker in Suriname is groter geworden, waardoor patiënten minder naar het buitenland worden uitgezonden voor genezing. In gesprek met de communicatiedienst Suriname gaat Chesta Siltahal, afdelingshoofd Non-Communicable Diseases van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, in het kader van Wereldkankerdag nader hierop in. Zij benadrukt het belang van een goede kwaliteit van leven om kanker te voorkomen. Het bewustzijn rondom preventie moet volgens haar gestimuleerd worden. Nou, als we kijken naar het genezingsproces van kanker in Suriname, dan is er sinds komst van radiotherapie in 2012, hebben wij dus alle drie belangrijkste behandelingsmodaliteiten in Suriname. Dat is dus chemotherapie, bestraling en radiotherapie. En dat maakt dus dat de kans op behandeling, dat maakt hem sowieso makkelijker in Suriname, waardoor mensen dan ook minder worden uitgezonden naar bijvoorbeeld Colombia voor genezing. Verder ook met komst van het multidisciplinair overleg. Dat is dus een overleg met diverse disciplines. Dus patholoog-anatoom zit erin, de internist-oncoloog zit erin en de gynaecoloog en de internist. En zij zijn er dan voor om alle kankergevallen die er zijn, om dat te bespreken en advies uit te brengen op basis van de internationale richtlijnen. Wanneer we het hebben over cancer control, dus beheersing van kanker, is het dus belangrijk dat de basiscomponenten worden meegenomen in een beleidsplan. Dat zijn dus preventie, detectie, diagnose, behandeling, zorg, dus palliatieve zorg. Dat is dus zorg voor mensen bij wie er geen genezing meer mogelijk is. Dus dan hebben zij palliatieve zorg nodig. Verder ook wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie heeft dus dan ook een nationaal kankercontroleplan. Dat loopt tot 2028. En het ligt dus dan in de bedoeling dat er dus met diverse belangrijke actoren er dus naartoe gewerkt wordt om de impact van kanker in Suriname te verminderen. Door natuurlijk te focussen op de basiscomponenten die ik eerder heb genoemd. In 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO een kankerfolder ontwikkeld. Dat is dus in het Nederlands. En in verband met World Cancer Day 2022, dus dit jaar, heeft het ministerie dus dan met ondersteuning van de PAHO dan zo een video ontwikkeld met informatie uit de kankerfolder, maar dan in Stranangtong gesproken met tekst in het Nederlands. En er is gekozen voor Stranangtong omdat over het algemeen een doorsnee Surinamer Stranangtong verstaat. En degene die dus dan niet verstaat, kan dus dan op zo'n video wel dan lezen. Zo, de video is beschikbaar op de web en Facebookpages van het ministerie van Volksgezondheid en het BOG. En het is sowieso ook op YouTube te vinden.